Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe update video. En vandaag is er een nieuw paard. De nieuwe paint. Dus dan gaan we eventjes met Gold Lee. Niet Gold Lee, maar Gold Lee. Blijkbaar heet dit paard zo. Ik heb die andere uitgetraind. Lost Light, volgens mij heet die. Maar dan gaan we met Gold Lee even naar Moorland. En dan gaan we even kijken, want ik vond het paard heel mooi. Dus de kans is groot dat hij met ons meegaat naar onze stal. Even kijken. Volgens mij hebben we ook iets van een PVJ-wedstrijd. Ik heb even niet goed gekeken welke paarden daar aan mee kunnen doen. Ik ga even kijken hoor. Nieuws. Dan ga ik ondertussen even rennen. Maar we hebben geen quest of zo volgens mij. Dat is wel een beetje jammer. Maar dat komt volgende week weer als het goed is. Een speciale vachtvariant. PVJ op Zuiderhoef. Huurweek. Voor alleen meedoen met een... Oh, ponies, wacht. De Godlander, Welspony, Ching, Kotiek en Dartmoor. Volgens mij heb ik er geen één daarvan die ik nog moet trainen. Maar goed. Nou, op zijde hoeft dus. Iets van een vernieuwd startprogramma, maar ja, dat is niet heel interessant. En dit verwachten we volgende week. Mario nodigt je uit in een nieuwe missie. Dus hebben we een nieuwe missie. Maar goed, ja, ik ben bijna level 25. Hoe snel is dat gegaan? Dus ik hoop dat we volgende week heel veel XP krijgen. Zo, hij ziet er wel heel oranje uit. Maar dat komt ook omdat ik in 144 hertz speel op mijn computer. Maar mijn opnameprogramma kan waar eigenlijk volgens mij maximaal 60 fps. Dus dan, jullie zien dat niet, denk ik. Dat de kleuren zijn voor jullie iets doffer als voor mij. Maar ja, ik ben gewoon fan van dit soort paarden. Ja, ik weet niet. En de paint is gewoon een leuke... ja, gewoon een leuke... leuk model. Oké, wacht. Even stilstaan, jij. Hij heeft ook iets van een kleurtje in de manen. Dat is wel schattig. Ik denk dat ik deze echt... het is echt een heel leuk paard, hoor. Oh, dit vind ik nooit echt heel leuk. Dit staat er wel schattig, eigenlijk. Deze is ook heel cute. Dit op zich ook wel. Dit zijn die... oh, wacht. Hier heb je de staart niet en hier wel. En hier heeft hij zo'n vlechtje voorin. En dit is standaard. Ik denk dat ik hem zo doe. En dan 869 starten. We gaan hem natuurlijk wel direct rijden. Dus ik moet eventjes... ook al heb ik de helft hiervan niet nodig. Want deze die draagt dat tech. Maar goed... gaan eventjes zo doen. Voordat ik hem ga kopen. Oké, personaliseren. Oh, hij heeft de manen al. Het is een jonge merrie. Ik vind het een merrie. Vind je het niet? Ik vind het een merrie eigenlijk. Ik doe bijna nooit ruim trouwens. Ik weet niet waarom. Ik doe nooit ruim. Maar lekker vliegje in de staart. En hier zo. Oh, stop. Ik woon bijna Faith. Hij heette bijna Faith Turtle. Ik weet niet waar ik was met mijn hoofd. Maar ja. Oeps. Dit paard doet me trouwens denken aan mijn IJslander die ik heb van de vorige generatie op Sunny Star. Dat was echt een van mijn eerste paarden die ik ooit heb gekocht. Maar we gaan hem nu anders noemen, want ja, ik vind iets met Sun en zo vind ik wel leuk, omdat het die kleur is eigenlijk. Maar ja, ik ben wel een beetje fan geworden van deze kleur. Ik heb natuurlijk die even kijken, Belgisch warmbloed ook al. Oeh, Candy is ook wel schattig. Ik denk dat ik gewoon voor één naam ga, zeg maar. Ik begin weer met gapen, jongens. Willow. Heb ik die niet al? Geen idee. Freedom. Bird. Nee. Aurora, ja, dat vind ik een leuke naam. Ik ga hem Aurora noemen, maar ik weet niet. Het is gewoon schattig, het is gewoon leuk. Ja, ik koop een paard en nu wil ik hem wel hebben. Jonge Mary. Ja, oké. Oh my god, let's go. Zo mooi, oh my god. Die vlekken, ik ben echt wel in love met deze hoor. Ik denk dat heel veel mensen hem gaan kopen. Oké, meteen rijden natuurlijk. Dit setje wat ik mee heb is eerlijk gezegd... niet heel mooi op haar. Omdat zij zo fel is. Dan kan je beter een felle kleur nemen. Vind ik zelf persoonlijk. Maar goed. Deze kan ook op. Dit is de basis. Ja, ik laat het even zo. Oh my god. Love it. Very cute.
Oké, we gaan er even. Zal ik even de shaders aandoen? We gaan even de shaders aandoen. Eigenlijk is dat niet echt een realistisch beeld, dus kan ik ze ook even uitdoen. Wat? Ik vind haar echt heel mooi. Kijk dan, straks hebben we het wel beter in paarden maken hoor. Ik denk dat heel veel mensen deze gaan kopen. Oké, eventjes zonder shader, want dat is niet heel realistisch. Maar die ogen, oh my god, love it. Hoe laat is het? Is er straks champ? Hoe zie ik dat ook weer hier zo? Het is 11:30. Nee joh, pas 12:30. Oh my god. Ik dacht, anders kunnen we nu eventjes... Als auto, hoe heet dat? Oh wacht, we moeten eventjes... Heel eventjes haar... Level 2 maken. Maar, wat ik wil zeggen is, anders konden we als auto of als mini een champ doen. Maar dat wordt hem helaas niet. Want, ja... Maar dat ga ik in een andere video sowieso apart doen als challenge video of zo, denk ik. Dat is denk ik wel het leukst. Hier een appeltje. Dan kan ik dit is goed, alles doen, joh. Zo. Ja, jongens. Dit was de... oh nee, we gaan nog... Zo, PVJ, ik weet niet of ik daar paarden voor heb. Nou, ik moet heel even kijken hoor, welke paarden het ook weer waren. Allemaal ponies. Nou ja, we kunnen wel gewoon de race doen. Ik heb geen Dartmoor. Godlander, Wels, Chincoteague. Ja, ik heb net mijn Chincoteague uitgetraind, joh. En dit is echt compleet uitgestorven, want zoals waarschijnlijk iedereen wel weet... hebben ze de bug weggehaald voor het vuurwerk. Dus dat is... Dankjewel, Sarsibbel. Heel erg bedankt voor niks. Waarom lijkt het alsof de gangen zijn veranderd? Ik vind... Op de een of andere manier lijkt het zo. Of ben ik nou helemaal dom? Kijk. Of was het al zo? Ik weet niet zo goed waarom ik dat denk. Of het komt gewoon omdat ik een tijd niet meer op deze heb gereden. Maar op de een of andere manier lijkt het gewoon zo. Dit lijkt nog wat. Ik weet niet. Iets met... Ik weet het niet, man. Iets met die achterbenen of zo. Nou, ah, het zal wel bij liggen. Ik weet het ook niet. Ik heb al een tijdje niet meer op het been gezeten. Maar... ja, ik denk dat we toch even naar Zuiderhoef gaan. Het zal wel moeten, denk ik. Anders hebben we een video van 6 minuten. Dat is toch ook wel heel erg heftig. Ik wou nog vertellen. Ik had gisteren paardrijles, want ik zit tegenwoordig weer op paardrijles. En toen moest ik op een paard en die was een beetje, ja, eigenlijk western beleerd. En als je dan de teugels te lang of te kort oppakte, ging die ook echt stoppen, weet je wel. Dus je moest echt de teugels lang laten en eigenlijk gewoon een beetje western gaan rijden. En toen mocht ik proberen te spinnen van haar. Zeg maar dat je dus helemaal zo'n rondje gaat. Oh mijn god, dat was echt super grappig. Ja, ik heb wel een filmpje waar ik die laat zien. Want ik weet niet of dat mag met dat paard. Maar in ieder geval, dat was wel grappig. Ik vond het leuk om een keer te doen. Even kijken. Voorwerpen. Of zal die bug nu terug zijn? Nee toch, denk ik niet. Van die vuurwerk. Dan hebben ze ons wel geblest hoor. Oeh. Oh man. Oh, ik ben echt moe. Ik begin altijd te gapen, dat zeg ik elke keer, maar het is gewoon echt zo. Als ik aan het opnemen ben en ik ga praten of zo. Super weird. Status van zaken. Dat is loslight level 14. En de rest weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat ik wel en niet heb verteld eigenlijk. Hier heb je ook nog een aantal level 14 paarden, 5. Komt er dat ik een paar level 1 paarden hierin heb gezet. Maar die ga ik toch eventjes terug doen, denk ik. Want ik wil voor mezelf even duidelijk hebben welke paarden er allemaal nog... hoe heet dat? Let's jump moeten doen. Silver deer. Wow, ik heb geen plek. Kijk even hoeveel level 14 paarden. Holy shit. Ja, komt omdat ik Goldlane Aurora nu heb. Als ik eentje eruit kan doen, dan kan ik de laatste level 14 erin doen.
Volgens mij heb ik geen andere paarden die ik laatst heb getraind die level 15 zijn. Waar nog geen Let's Jump is geweest, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik denk dat ik het gewoon hou bij alles wat level 14 is nu. Ik onthoud het ook allemaal niet meer, joh. Ik heb natuurlijk ook heel wat paarden nooit een Let's Jump van gemaakt. Want die waren al lang level 15 voordat ik überhaupt begon met Let's Jump. Maar goed. Kijk, Malin is ook een echt... Die lijkt ook een beetje op Aurora. Ik vind het echt... Ik hou van Malin. En ik hou ook van Aurora. Even kijken. Kijk, hij lijkt heel erg op deze. Op die IJslander. Wacht, ik ga even Zebravis eruit halen. Kijk. Ik ben echt fan van... Oh my god, dit was echt Sunny Star. I love her. Kijk, zijn een beetje dezelfde vibes. Ik vind al steeds die oude IJslander echt ziek gemaakt. Dat haar. Dat hebben die nieuwe ook... Ja, hebben die nieuwe dat? Niet echt, volgens mij. Niet zoals deze of zo, ik weet niet. Dat is een heel ander soort... heel andere soort animaties heeft die IJslander eigenlijk. Vergeleken met de nieuwe paarden van nu. Moet je ook eerlijk zeggen... De kleur bij Sunny Star is wel een stuk realistischer als bij deze. Maar je ziet heel klein beetje de haartextuur, maar niet zo erg als bij deze. Ik vind het wel echt nice, man. Deze zijn echt goeie. Oh. Kijk dan. Oh, oh. Oh, ik hou van deze tijden. Iedereen reed op een IJslander. Echt iedereen. Kijk hoe... Hoe lelijk eigenlijk. Eigenlijk is het heel lelijk. Maar goed. Sunny Star. Ik heb Lost Light dus uitgetraind. Dat is deze. Die is nu ook level 14. Met nog één race te gaan volgens mij. Sunny Star er weer uit. Wie had ik er nou in? Wie had ik nou? Een Zebravis was dat volgens mij. Maar waar is die nou dan? Die is al level 14. Oh, die moet hierheen. Ja. Zo. En Dragono moet hier ook ergens. Maar ja. Daar maakt niet zo uit. Ik denk dat ik hierna toch Aurora op de wei tief. Want ik was bezig met Goldly. Helaas. Want. Ja. Ik vind dat niet zo leuk. Wat zeg ik allemaal? Ik vind het niet zo leuk om zo'n oude paard te trainen eigenlijk. Wat ik wou doen. Oh my god. Ik ben helemaal. Ah. Ik hoef geen pony meer te trainen. Ja, of deze. Maar deze die doet niet mee met die... Nee, die doet niet mee. Ja, Little Winner. Chincoteague. Ik kan wel met Little Winner eventjes de race doen. En dan claim ik het XP gewoon. Ga ik gewoon nog een keer heen. Claim ik het met mijn, weet ik veel. Mijn Goldly of zo, weet ik veel. Toch gewoon dat... hier staat die. Want die mag wel meedoen. Kom mee, bitch. Kijk, want zij is al eigenlijk al echt dik. Level 15. Die kan dit niet op. Dit. Kan die deze op? Nee. Het is altijd maar weer uitvogelen wat welk paard wel op kan en niet. Want deze kan wel het nieuwe zadel. Maar niet het nieuwe hoofdstel. En ook niet het nieuwe dekje. Oh, vervelend. We gaan naar Zuiderhoek. En dan moet ik echt proberen niet de XP te claimen. Want dat zou echt zonde zijn. Zuiderhoek. Boerderij. Let's go. Ik ben trouwens... Oké, misschien verwacht u dit niet. Maar ik woon dus op het platteland. En ik vind trekkers en alles vind ik echt donders mooi. En ik ben helemaal verslaafd aan een nieuw spel. Ja, voor mij nieuw. Het bestaat altijd hoor. Maar ik ben helemaal verslaafd aan Farming Simulator. Ja, dat is echt. Ik ben verslaafd aan Farming Simulator. Ik heb het... 3 dagen geleden gekocht of zo, of weet ik veel. En 500 XP, let's go. Jammer dat ik niet zo'n pony hoef te trainen, oh my god. Maar in ieder geval, dus daar ben ik helemaal verslaafd aan. Dus ik doe eigenlijk in mijn vrije tijd geen Star Stable meer. Nee, ik doe nu trekkerrijden in plaats van paardrijden. Oh, dat is echt geniaal. Dan moet je helemaal, ik weet niet of jullie het kennen hoor, maar... Het kost iets van 20 euro of zo. En dan heb je in ieder geval de base game. En dan kun je allemaal mods installeren en alles. En dan je kan zelfs paard rijden. Ja, dat kan wel. Ik heb nog geen paarden gekocht. Want ik moet eventjes wat meer geld hebben. Maar dat is echt, het is echt een leuk spelletje. Dus mocht je van de boeren houden en zo. En trekkers en weet ik veel. Vind ik het zeker een aanrader. Ik ben benieuwd hoe lang mijn verslaving gaat duren. Want ik ben ook nog wel eens ergens op uitgekeken. Maar dat maakt niet uit. Het is voor nu leuk. Ik had zin om... Even een beetje
Ik heb wat anders te doen dan Star Stable, eigenlijk. En de tijd vliegt voorbij als je dat aan het spelen bent. En ik ben gewoon niet meer zo fan meer van Sims. Ik deed dat altijd wel. Maar mijn Sims 3 doet het sinds kort niet meer. En ik heb helemaal geen zin om dat te fixen. Het lukt vast wel, maar... Nee, ik heb er gewoon niet echt zin in. Dat was wel altijd heel leuk met paarden. Mocht ik het ooit fixen, dan... Waarschijnlijk raak ik wel weer verslaafd. Maar Sims 4, ook met die paarden... Ik weet niet, man. Ik vind het gewoon niet leuk. Het is niet realistisch genoeg voor mij. Ik vind het eigenlijk heel lelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het gewoon lelijk. Waarschijnlijk een popular opinion. Maar goed, maakt niet uit. Ik vind Sims 4 Horses echt helemaal niks. Maar ik heb het wel. Maar ja, dat krijg je als je het gratis downloadt. Ik ga echt niet alles kopen, hoor. Echt niet. Hoppakee. Oh, ik vind het zo heerlijk, jongens, dat ik woensdag vrij ben. Oké, we moeten dus nu niet gaan claimen, hè. We gaan een paardtaxi bellen. Maar ik vind het zo lekker dat ik vrij ben. Holy shit. Oh. Even een mailtje van school. Oké. Het beeldje ging over onze excursie. We gaan op excursie met school naar Berlijn. En daar heb ik echt super mega veel zin in. Maar er was dus iedereen had een beetje stress, want er mochten maar 55 leerlingen mee. Dat is heel weinig, want onze klas heeft al bijna 30 leerlingen. En het ging zeg maar over ongeveer 3 opleidingen of zo. Dus 3 klassen. Of 3 klassen van de derde klas, zeg maar. Dus het is onze klas van bijna 30 mensen al. Weet je wel, en als iedereen dan mee zou willen, moet je kapot snel zijn met inschrijven. Dus laatst konden we eindelijk inschrijven en we wisten dat het ergens was. Begin van het schooljaar. Dus iedereen als een gek dat formulier invullen. Toen konden we het niet invullen, want de inlevermap stond niet open. Dus hadden we die vrouw ervan gemaild. En toen, hoe heet dat? Toen gingen we... Waar is mijn nieuwe paard heen? Even... Nou, anyways. Toen gingen we... gingen we die vrouw mailen dat we niet konden inleveren. Want ja, daar ging het uiteindelijk om. Toen zei ze, oh, ik ga het fixen. Toen zat ik in de trein terug. Toen pas konden we het inleveren. Dus ik als een gek in die kuttrein mijn laptop tevoorschijn halen om al die zooi in te leveren. Met die klote wifi, weet je wel, uit de trein. Maar nou kregen we net een mailtje dat er nog 5 plekken over zijn. En dat is inmiddels al een week geleden dat we... dat konden doen in leven. Dus dat betekent dat iedereen die nu uit onze klas... iedereen heeft het direct gedaan, volgens mij. Dus kunnen we allemaal mee. Dat is eigenlijk de climax. We kunnen allemaal in ieder geval mee. Dat is wel fijn. Dat is heel fijn. Dat wordt eigenlijk gewoon een soort klasuitje. Want ik denk niet dat er heel veel... andere mensen zijn dan die nog... In ieder geval niet veel... Ja, ik ben blij dat dat... Oh, wat is er met WhatsApp gebeurd? Holy shit. Selecteer chats. What? Oh, wio, oké. Okay. Ik open even app. Helemaal veranderd, joh. Heel raar weer. Oké, we kunnen het eindelijk... Ik dacht, we kunnen wel er doorheen, joh. Nee, we kunnen het eindelijk claimen. Hoppatee, dan gaan we de paardentaxi bellen. En dan gaan we even die... ballonnenrace doen, want ja, wat moet je dan doen? Kijk, ik ben heel goed in het uitrekken van video's. Dus ik ben eigenlijk wel... Wacht, ja, we moeten naar de Everwindvelden. Ik ben helemaal in de war met waar ik... soms waar ik mijn dingen heb, mijn stal heb. De Everwindvelden. In ieder geval, neem aan dat die racer toch nog is. Kijk, nou is die ook weer eindelijk zichtbaar. Deze stomme, waar ik de vorige keer door werd aangereden, terwijl die onzichtbaar was. Lekker dan. Oké, ja, we kunnen deze nog doen. Dit is echt zo'n chille race. Zo kort. Maar wat kunnen we eigenlijk met die hoefijzers nog verder dan nu niks meer? Want we konden daar vuurwerk van kopen, maar dat heeft nu ook geen zin meer. Niemand gaat vuurwerk kopen als je er geen XP van kan krijgen.
is dit voor lied, joh? Ik hoor helemaal nooit Star Simmel muziek, want ik zet altijd mijn eigen muziek op. Dus het is de eerste keer dat ik het hoor, volgens mij. Hop. Yes, let's go. Easy 500 XP. Oh, wat wou ik graag dat die vuurwerk shit er nog was. Oh my god. Wat was dat fijn, zeg. Oh mijn god. Dat is niet normaal, joh. Waarom heeft zij een clownsneus op, joh? Doe even normaal. Als ik een feestje heb, doe ik echt geen clownsneus op, hoor. En ook niet op mijn verjaardag. Girl. The fuck. Wat hadden we nog meer? We hadden toch nog een race? Verjaardagsrace, dat was het. Oeh, dat moeten we eventjes kijken. Kijk, ik doe het altijd gewoon zo, zonder helemaal naar Moorland te rijden. Oh. Wat? Normaal staat het toch altijd hier tussen? Is de verjaardagsrace niet meer? Dat is ook triest. Oh jawel, hij staat hier. Voor het Pinta. Gaan we die nog even doen? Nou, dat is het laatste ding hoor. Anders vind ik het ook wel een keer goed geweest. Dat is ook wel een keer goed, jongens. We gaan even met de... Oh ja, die trailer trouwens. Die heet helemaal raar. Heet niet de boerderij van Marley of zo. Maar ik weet niet zo goed wat die dan wel heet. Maar... In ieder geval niet de boerderij van Marley. Wat zei ik nou net voor het Pinta? Goed. Nou, dat gaan we dat nog een keer doen. Linksom. Hoeveel strokers heb ik eigenlijk nog? Ah, ik ben nu onder de 10.000. Pijnlijk. Pijnlijk. Hé, hey, daar hebben we een Jessie met een nieuw paard. En haar paard heet Sungaze. Ook met Sun. Ik zei toch net dat die ene, dat kwam ook met Sun. Maar omdat ik die Sunny Star had, dacht ik van nee. Maar een leuke naam, Sungaze. Cute. Ik irriteer me eraan dat mijn paard niet Goldie heet, maar Goldie. Wou ik anders zijn of zo? What the fuck? Kapot raar. Ik haat die beugels ook zo hard. En dat andere mensen dat niet zien. Waarom kan het dan niet zo zijn dat ik het wel moet zien? Snap je? Like, ga weg of zo. Erg vervelend, Star Stable. Fix your shit. Fix your game. Ik vind echt het oprecht een saaie verjaardag. We kunnen gewoon geen fuck doen. Ja, dit is het. Ja, we hebben 4 weken feest. Nou ja, wat een feest, weet je wel. Er is niks. Er is letterlijk niks. Ik weet niet of er nieuwe codes uit zijn gekomen, want elke week krijgen we een nieuwe code. Oh, daar kan ik trouwens nog wel even... die heb ik allemaal nog in mijn rugzak zitten. Of in mijn... weet dat? Ik kom niet om mijn woorden in mijn brievenbus, hè. Ik zit even haatcomments te lezen van Source Simmer, sorry. Iemand zit te zeiken dat die birthday horses allemaal geld kosten. Die Sol paard, die was natuurlijk een paar jaar geleden bij de 10e verjaardag, als ik het goed heb, wel gewoon gratis. Ja, als je er niet bij was, ja, dikke pech natuurlijk. Dat vind ik ook alweer zo. Maar ja, het is aan die kant. Nou ja, goed. Is er nog een nieuwe code, Star Stable? Volgens mij niet. Ze zijn nu ook kaarsen aan het verkopen met paardengeur. Nou, dat doe ik niet hoor. Kijk, a gift for you. Hop. Hop. Je moet even voor de, alle codes moet je even naar Star Stable's Instagram. Maar ik kan nu ook wel even zetten. Je hebt BDZ SR1 en BDZ SR2. Ja, dat eigenlijk. En heb je van dit, deze paarse zooi. Wat ik nooit aan zal doen behalve nu, om het te demonstreren. Zo. Kapot lelijk. Oh.
Oh, ik klik D. Oh, ho. Oh, dat mogen jullie niet zien. Nee, dat ga ik eruit knippen. Oké, ik klik de ongeluk bij de andere scherm, waardoor mijn persoonlijke shit aan, zeg maar, de voorzij kwam. Al veel best wel mee trouwens, was gewoon in mijn verkenner bij de video's. Anyways, ik ben het een beetje zat. We hebben niet zoveel meer te doen en deze video is echt al veel te lang geworden. Jongens, ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Vond het leuk, dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden en dan blijf je op de hoogte van mijn video's. Dus ja, tot de volgende video. Doei doei!